Oké, dan beginnen we nu. Kan jij om te beginnen iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben Vincent Everts is mijn naam. Ik ben trendwatcher en ik hou me eigenlijk bezig met wat de gevolgen zijn van allerlei nieuwe technologieën voor de manier waarop we leven, we werken, we met elkaar bezig zijn, overheden en hoe eigenlijk de samenleving beïnvloedt. En daar hou ik presentaties over, maar ik interview ook heel veel mensen. Ik doe ook heel veel online talkshows sinds corona. Dus ik doe samen met Charles Groenhuizen elke week een show over een bepaald onderwerp. Dus bijvoorbeeld corona in onderwijs, corona in de gezondheidszorg, corona in allerlei andere dingen. En ik interview Maurice de Hond elke week. Maar in general gaat het om van die invloed van technologie, hoe beïnvloedt dat de manier waarop wij werken? Zijn er specifieke onderdelen die je erg interessant vindt? Nou, ik hou me bezig met technologie in het algemeen, maar ik specialiseer me wel op een paar dingen. Ik heb een grote passie voor eigenlijk elektrisch rijden. Dus Ja. een aantal jaar geleden dacht ik van, nou, wat is nou maatschappelijk belangrijk? En dat was voor mij eigenlijk olie. We gebruikten heel veel olie en dat gaf veel oorlogen. En nou, toen heb ik gekeken, wat is er nou anders aan? Wat is nou iets wat dat zou kunnen veranderen? En dat was eigenlijk elektrische auto's. En toen heb ik in 2011 mijn eerste elektrische auto gekocht. En toen ben ik daarover gaan leren en praten. En toen in 2013 ben ik overgestapt op een Tesla. En toen dacht ik van, hé, dit wordt gewoon de toekomst. En daar heb ik toen heel veel verhalen over gehouden. En nu is dat eigenlijk wel duidelijk dat dat gaat gebeuren. Dat elektrisch rijden heel belangrijk is. En ten tweede ben ik ook wel behoorlijk bezig met een nieuwe manier van ons financiële stelsel. Dus eigenlijk het gebruik van blockchain. Dus Ja. mensen kennen Bitcoin. Dat was dan in de media bekend. Het is een andere manier om geld over te maken naar elkaar zonder banken. En zonder overheden en zonder regulering. En dan gaat dat toch nog gewoon goed. En dat geld werd dan ook nog meer waard. Dat was eigenlijk het enige wat dan de mensen interesseerde. Van, hey, je koopt iets voor weinig en dat wordt meer waard. Maar eigenlijk is Ja. dat een hele bijzonder iets. Dat je gewoon een geldstelsel kunt hebben wat internationaal werkt. En dat dat eigenlijk alleen maar een computernetwerk is met een bepaald programma. En dat het systeem eerlijk houdt. Nou, dat vond ik ook bijzonder. Dus ik heb veel over blockchain zitten vertellen en ook veel zitten onderzoeken. Ja, want als ik google op je naam, dan kom ik op dat je een boete hebt gekregen in je Tesla. En over bitcoins en blockchain. Ja, maar ja, goed, aan de andere kant, algemeen digitaal. Omroep Max kwam mij nog vorige week interviewen. Er stond nog een. Ik zal een linkje erbij zetten. Toen gingen ze door mijn huis. Wat voor een apparaat ik nou allemaal had en zo. Hè. Dus de Ah. elektronische deurbel en de camera's en de thermostaat. En dat allemaal apparaten allemaal connected zijn. Die vertellen van, hey, ik ben klaar. Of ik gebruik de hoeveelheid energie. En, of een stofzuiger die doorgaat. Of dat je je auto op afstand kunt bedienen. Dus alle apparaten die worden op afstand gewoon bedienbaar. Ja. Maar ja, dat is dus, ik hou me ook bezig hoe bedrijven zich bezighouden met software en hoe die software allemaal in de cloud verdwijnt. En dat eigenlijk daardoor integratie makkelijker wordt. En eigenlijk de gevolgen van dit dingetje in ons leven, hè, dat alles gewoon naar de smartphone verdwijnt. Dat eigenlijk de afstandsbediening van ons leven wordt. En dan moeten bedrijven moeten daar iets mee. Die moeten dan ook weer techniek hebben om daar dan makkelijk mee om te kunnen gaan. Want die consumenten die doen alles wat ze willen op dit ogenblik. En het bedrijfsleven die holt daar hijgende puffend achteraan. Ja, en daar weet jij alles van. Nou, daar hou ik mij. Nou, daar ben ik eigenlijk ik ben een trendwatcher. Dus Ja. wat een trendwatcher doet, die kijkt gewoon wat er gebeurt en die vertelt daarover. En die voorspelt niet van over 20 jaar gebeurt er dit. Of over 10 jaar gebeurt er dat. Dus dat zijn futurologen. Ik ben meer gewoon, ik kijk wat er op een gegeven moment gebeurt. En ja, dus nu zie je dus met COVID dat de hele wereld naar online is gegaan. Dat ze binnen een paar weken, binnen een paar dagen allemaal geleerd hebben om hier met dit soort dingen om te gaan. He, dus bij de Rabobank gingen ze van 4.000 naar 24.000 mensen in één weekend. En scholen gingen binnen een paar dagen naar online onderwijs. Nou, wat voor gevolgen heeft dat nou eigenlijk? Dat vind ik dan heel interessant om te kijken van wat is het rendement van online onderwijs? Wat is nou de voor- en de nadelen van dit soort online evenementen? Hebben mensen dan het gevoel dat dat anders moet of anders gaat worden? Verbeteren ze zichzelf ook? Zie je daar een professionalisering in? Nou, dat vind ik dan heel interessant. Daar hou ik me dan mee bezig. Ja, dus je kijkt wat er speelt op dit moment. En wat de gevolgen daarvan dus zijn. Ja, voor de samenleving. Dus Ja. vrij breed. Dus inderdaad. Ja, dus het echt in de toekomst kijken, dat is voor iemand anders. Maar Nou, ik kan me dat. voorstellen dat dat ook wel een beetje samenhangt ermee. Ik bedoel, als je kijkt naar de goede voorbeelden die er vandaag de dag al zijn.
Hè, dus je kijkt altijd naar het land wat het meest ver is, of de groep in de bevolking die het meest ver is. En dan kun je zeggen, nou, dat over 10 jaar heeft de rest van de wereld of de rest van het land heeft zich wel daarbij aangesloten. Hè, dus ja. Nu, ik zeg dus ja, in elektrisch rijden, dat is nu zeg maar 10 tot 20% van de nieuwe auto's. Nou, je kunt er donder op zeggen dat over 10 jaar is dat meer dan 50 tot 60% van de totale nieuwe auto's. En over 20 jaar rijden er alleen nog maar elektrische auto's. Want dat kun je dan nog wel daaruit uithalen. En op het moment dat die dan ook nog zelf gaan rijden, dat die zelfrijdende auto's worden, dan zul je zien dat in plaats van 8,5 miljoen auto's, dat we dan nog maar 2 miljoen auto's hebben in Nederland. Want op dit ogenblik staan auto's gewoon vooral stil. Dus ik hou me nog wel een beetje bezig met de consequenties van iets. Hè. En toen met internetbankieren, toen dat begon. Nou, dat was van de eerste paar procent die met Girotel begon. En zei ik, ja, dit gaat zo snel. Hè. Over 5 jaar is 80% van de mensen heeft dat internetbankieren. Want dat is dat gewoon heel praktisch, makkelijk. En C, is het gewoon veel goedkoper. Ja. Het omvat dus veel meer dan alleen kijken wat gebeurt er nu op het moment. Ja. Nou, futurologen vind ik altijd heel mooi. Die zeggen, over 15 jaar is dit de wereld. En dat vind ik altijd heel erg knap. Dus ik probeer me altijd een beetje te beperken. Ja, snap ik. Ja. Je moet ook ergens stoppen. Mm-hmm. En als we kijken naar de wereld van geld en betalen en alles. Wat is er op dit moment allemaal mogelijk op betaalgebied? Ja, nou ja, we hebben voor de gewone consument is het vooral de strijd tussen, of de strijd, de mogelijkheden om met cash te betalen of met plastic. Ja, of met plastic. Oh, dit zijn, de kaarten. Of eigenlijk wat je ziet dat steeds meer gaat gebeuren is de toekomst, dat is meer mobiel. Mm-hmm. Dus daar is eigenlijk wel behoorlijk veel in veranderd. En de wereld is überhaupt aan het digitaliseren. Dus cash wordt gewoon een klein stukje wat we in stand houden, wat iedereen belangrijk vindt, maar wat nog maar weinig gebruikt heeft. Ik zal even wat dingetjes van je. Ik zal even. Dus ik heb wel een leuk overzichtje eigenlijk, wat wel grappig is. En dat is van de betaalvereniging. Die houden zich daarmee bezig. En die hebben altijd mooie overzichten daarvan. Dus ik ga dat nu eventjes delen met jou. Want dat is echt, de digitalisering is ontzettend snel gegaan. Ja, dus als je bijvoorbeeld kijkt hier. Wij geven dus bijna 7 miljard keer per jaar geven wij iets uit. Ja, met 17 miljoen mensen. En nou, hoe doen we dat nou? Dat is dan hier met de pinpas. Zie je dat, zeg maar, doen we dat 108 miljard keer. En we doen dan hier met contant geld. Dus ja, dus pinnen is nu twee keer zoveel als cash. En dit was voor corona. Daarna donderde dat omheen. Toen was het nog maar 10% in plaats van 37% in 2018. 2019 was het nog 32%. En toen corona hit, toen was het nog 12%. Dus echt, cash was helemaal weg. Het is nu iets minder, is weer terug. Maar dat zie je al gewoon binnen 1 jaar. Dan gaat cash van 37 naar 32%. En als je dan ziet contactloos, dat is ook echt enorm snel gegroeid. Contactloos was in 2018 48%. En een jaar later was het toch, contactloos was 51% in 2018. In 2019 was het 64% en nu is het 85%. En als je kijkt, dat is contactloos geloof ik in 2016 of 2015 is dat geïntroduceerd. Ja. Dus het ging echt van nul. Van dat insteken, dat was gewoon alles. En dat is binnen een paar jaar is dat nu naar 85% gegaan. Dus contactloos is heel makkelijk. Ook natuurlijk met corona hebben ze toen die limiet hebben ze omhoog gedaan. Dan kon je in plaats van 25 kon je €50 betalen. En je hoefde niet zo vaak nog ter controle dat ding erin te steken. Dus dat is echt ook weer een revolutie geweest in betalingsgedrag. En dit is ook echt een aardige onderling betalen. Kun je nog herinneren hoe lang het duurde geleden is dat er een tikkie was? Dat is echt gewoon een paar jaar geleden dat tikkie geïntroduceerd werd. Nou, dat is nu al, zeg maar, dat was toen al in 2018 38%. Dat ging toen naar 45%. En nu is dat echt ver boven de 50% gesteken. Dus mensen doen onderling via tikkies en betaalverzoek,
dat is zeg maar, dat wordt nu meer gebruikt dan cash. Ja. Onderling. Nee, dus dat is echt eerst dat winkeliers het wilden, want die hadden geen zin in dat contant geld. En de kosten die waren eigenlijk van contant geld is best wel veel gedoe voor winkeliers. Nou, die zijn eerst omgegaan, maar nu zijn de mensen onderling zelf het ook aan het doen. Dus dat is ook heel erg veranderd. Nou dan, als je kijkt online betalen. Dit was echt, hier zie je Ideal, blauw. Creditkaarten doen we eigenlijk gewoon niks aan. Überhaupt, als je kijkt van, we hadden hier, dit kleine dingetje is waardebonnen. En we hadden hier met pinnen, sorry, was ik nog even vergeten. Er was ook nog gewoon betalen. Zie je dit kleine dingetje? De creditkaart. Ja. Wij in Nederland, wij doen niks aan creditkaarten. Dat is echt alleen maar, dat doen we alleen maar voor grote bedragen. Online is het nog wel wat. Dus dit is zeg maar online betalen. En even kijken, dit is online betalen. Dat hebben we hier. Dus e-commerce, als je iets koopt op het internet. Nou, dan doe je dat via desktop, via smartphone, via tablet. En dat is dus ook echt heel snel gegroeid. Want de computer was eigenlijk de plek waar we altijd online kochten. Maar dat is nu ook boven de 50% gestegen. Dus dat is eigenlijk ook wel... dat is ook wel gewoon, dit is dan van 2019, maar ik denk dat het nu in 2020, dat het nu boven de 50% wordt. Dat tablet plus smartphone 50% van de betalingen online doen. Dus dat is wel interessant. En hier zie je ook mobiel bankieren, dat je gewoon op je internetrekening gaat. Nou, dat is ook echt gewoon, in 2015 was het gewoon nog een, in 2015 was het nog een 20% of zo. En nu is het zeg maar ver boven de 50%. Dus iedereen zit nu gewoon met mobiel bij zijn internetbankier. Dus de smartphone is alles geworden. Digitale incasso is gestegen dat mensen gewoon zeggen van je mag het gewoon wekelijks of maandelijks van mijn... mag je me machtigen? Dat is ook al enorm gestegen. Ja. Overstapservice. Dus dat is eigenlijk een beetje, van hoe betalingen is gewoon helemaal... Cash is gewoon weg. En is nu nog 18% aan de kassa. Maar het was 10% tijdens de coronatijd. En eigenlijk zie je ook nog gewoon dat hier het getal... We hebben het altijd over honderden miljarden die omgaan in deze wereld. En dan hebben we hier 24 miljoen aan fraude. Dus de fraude in Nederland is echt ook 5 keer zo laag per hoofd van bevolking als in UK, in Engeland. We hebben best een heel goed betrouwbaar... betalingssysteem met relatief weinig fraude. De enige fraude die... Het is wel verdubbeld. Ja, het is van helemaal niks naar nog helemaal niks. Het is echt gewoon van... 24 miljoen euro, ja, je hebt gelijk, het is een heel klein beetje. Maar het is van vergeleken met die honderden miljarden die er met ons betalingsverkeer in omgaan. Hè, het geld, je hebt het hier over... 70 cent per Nederlander, dat er aan fraude dan zeg maar per jaar besteedt. En eigenlijk de grootste hoeveelheid fraude, waar het meeste aandacht voor was, was eigenlijk de WhatsApp-fraude. En dat is dan van, hey, ik heb even een cent naar je overgemaakt, kun je dat eventjes controleren? En of ik sta hier en ik heb geen geld bij me. En dat je dan zelf geld gaat overmaken. Dus er is relatief weinig systeemfraude. Dat de computers niet goed werken of dat jij je username password kwijtraakt. Het is meer van dat je nu sociale fraude, dat mensen je weten te overtuigen met een heel goed verhaal, dat je geld over moet maken. Ja. Dus dit is een beetje wat er gebeurt. Nou, en dan, wat is dan de we hebben contactloos, is nu 85%. En nu de grote stap voorwaarts is dat je contactloos doet met je mobiele telefoon. Ja. Ja, want je kunt gewoon met Apple of met Android, kun je gewoon dat ding, vooral met Apple Pay eigenlijk, kun je gewoon dat ding er tegenaan houden. En dat gebruikt nu ook steeds meer mensen. Vooral jongeren, die willen gewoon geen tasjes meer hebben, hebben geen portemonnee meer bij zich. En dat, die gebruiken dus nu mobiel betalen. En dan, je pakt je mobiele telefoon, je zegt ik wil betalen, en ze houden er tegen en zegt ja, oké, klaar. Dat is natuurlijk helemaal makkelijk. Betalen gaat steeds meer onzichtbaar worden. Dat jij gewoon iets wil doen. Dat je zegt, ja, ik vind het prima, oké. Je kijkt even naar je telefoon en bam, je hebt betaald. Ja, want alles samengevat is denk ik, alles wordt meer digitaal en makkelijker en sneller. Met een tikkie is dat natuurlijk dan wat je vroeger had met de accept giro's. Yes. Ja. 10 euro pinnen om dat aan iemand te overhandigen.
Ja. Nu zeg je gewoon, je stuurt een tikkie en dan staat het volgens mij een seconde daarna op je bankrekening. Ja, en het kost inderdaad ook echt heel weinig. Hè? Dus wat dat betreft ook de kosten van pinnen zijn hartstikke laag. Wij hebben in Nederland gewoon een briljant systeem met ontzettend lage pinkosten, lage tikkiekosten, lage kosten ook voor, om het überhaupt te hebben van een bankrekening is eigenlijk een van de laagste in Nederland van alle landen om ons heen. Dus wat dat betreft hebben wij het, zitten wij, als je bijvoorbeeld in Italië ziet, ik keek daar gewoon wat een rekening kost. Kost €300 per jaar om daar een bankrekening te hebben. Wat? Was ik even bij hem, ja. En in Frankrijk schrijven ze nog checks. En Duitsland is nog helemaal gek van cash. Die vindt digitaal maar eng eigenlijk. Dat vinden ze qua privacy niet oké. Die zijn nu ook wel weer wat bijgetrokken met corona. Die zijn dat toch maar gaan gebruiken, al dat digitale gebeuren. Mm-hmm. Maar wij in Nederland hebben echt een land. We hebben een land met een fantastisch betalingssysteem. Ja, dus in die zin zijn ik heb 5 jaar in Amerika gewoond. Dat is het allermeest vreselijke land aller tijden. Met vreselijk veel fraude. Ook nog heel veel checks die daar geschreven worden. Hoge kosten. Verschrikkelijk slechte service aan de telefoon. Je zit uren aan de telefoon. Mijn vrouw is Amerikaanse. Mm. Die zit dan af en toe een uur of anderhalf uur met de helpdesk van de Amerikaanse bank te bellen. En die wordt daar helemaal gek van. Dus die zegt, wat is Nederland toch een verrukkelijk land. Ja, zo is het. Ja, nou, dat gezegd hebbende, dit is even het. Er zijn 25% van de mensen in Nederland die hebben moeite met, die hebben op een of andere manier moeite met de digitale wereld. Mm-hmm. Sommigen zijn slecht geletterd. Mm-hmm. Sommigen kunnen niet goed zien. Sommige mensen zijn digitaal challenged, omdat ze gewoon moeite hebben om het allemaal om het te bedienen. Dus die hebben dan wel moeite met bepaalde dingen. Bijna heel weinig mensen hebben problemen met pinnen. Pinnen en contactloos pinnen, dat kunnen echt een hele hoop. Dat is echt een relatief kleine groep mensen die daar problemen mee heeft. Maar op de computer inloggen met internetbankieren en dan een overmaking zeg maar doen, dan heb je alweer een heleboel meer mensen die daar problemen mee hebben. Dus voor de dagelijkse boodschappen is het niet zo'n probleem, maar als je gewoon complexe financiële transacties moet doen, dan heb je echt veel mensen die daar gewoon problemen mee hebben. Dus daar zijn nu ook allemaal weer nieuwe dienstverlening die daarvoor komt, van digital coaches. Ja. Je hebt SeniorenWeb, dat is zijn ouderen die zijn vrijwilligers die leren mensen hoe je daarmee om moet gaan. Dus wat dat betreft is er ook een beetje support vanaf de banken en support van sommige organisaties die daar hard aan werken. Ja. Maar dat is wel echt, dat is toch wel weer een paar miljoen mensen die daar problemen mee hebben. Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat veel ouderen dat die denken, wow, dit gaat me echt allemaal veel te snel en... Ik snap niet eens hoe ik een mailtje kan checken. Dus hoe ik al die digitale transacties doe. Ja, maar ook die mensen, die hebben dus, het meeste mensen hebben geen problemen met geld ophalen van een cashmachine. Nee. En hebben geen problemen met een pinpas betalen. Maar bijvoorbeeld een pincode is al voor veel mensen alweer een ding. En bijvoorbeeld, we hebben heel veel mensen die... Mijn moeder, die werd langzamerhand, werd haar geheugen minder. Mm-hmm. En die had echt problemen met pinnen. Nou, er zijn dus 300.000 mensen die hebben gewoon echt problemen met... Die worden langzamerhand, worden die wat minder. En dan is de pincode is echt een ding. Dat is echt... Daarom is ook eigenlijk gewoon, als je alleen maar naar zo'n ding hoeft te kijken, is dat natuurlijk weer... Hoef je niet zo'n pincode te... Dus dat zijn potentiële... technologieën die dat ook weer kunnen oplossen. Ja. Maar wij moeten als samenleving moeten wij zorgen dat die driekwart, daar werkt het allemaal heel vlot mee. En voor die kwart is het voor sommige dingen is het complex en die moeten daar hulp voor hebben. Want aan de andere kant is het zo dat het aantal kantoren is natuurlijk gewoon flink verminderd. Ja. Ja, dus je ziet dat... Kijk, als ik hier kijk... Kijk, dit is het aantal... Dit is het aantal, kun je dat zien nu, die geldopname? Ja. Die geldopnames die gaan ook echt gewoon sterk naar beneden. Want het aantal balies neemt ook af, het aantal kantoren neemt ook af. Dus, maar goed, dat is natuurlijk, dat wordt gecompenseerd doordat die digitale betalingen omhoog gaan. Maar er zijn ook nog steeds een groep mensen die zweren bij cashopnames. Dus er is ook een plan van de Nederlandse Bank met alle organisaties, de oudere bonden...
om te zorgen dat cash gewoon ook beschikbaar blijft. Ja. En, bijvoorbeeld nu worden ook alle bankautomaten, al die betaalautomaten, worden nu allemaal, die worden niet meer van Rabobank en van de ABN en van ING, maar dat worden allemaal nu geldmaatautomaten. Die worden dat worden van die gele dingen. Allemaal werken allemaal hetzelfde. En die worden dan ook een beetje slim georganiseerd, dat er altijd gewoon binnen een aantal minuten lopen, dat je dan bij een geldautomaat bent. Ja. Dus natuurlijk in de stad is het beter dan in het platteland. Dus ja. Dat is wel echt, dat cash moet wel beschikbaar blijven. Hier zie je de automaten. Die zijn dus zeg maar in nog toegenomen. Maar het aantal kantoren is van aantal kantoren is gewoon naar beneden gegaan, zeg maar. Ja. Je zei net even, cash geld moet beschikbaar blijven. Is dat alleen voor de mensen die daar moeite mee hebben, met de andere manier van betalen? Of is er een andere reden waarom dat beschikbaar moet blijven? Ja, dat is... Nou, de samenleving en de banken en de Dutch Central Bank, de Centrale Bank van Nederland, die wil graag dat cash beschikbaar blijft als het digitale systeem faalt. Mm-hmm. Maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Als het digitale systeem niet goed werkt, hè, pinnen. Ik weet niet wel eens een keer bij de supermarkt bent geweest als de pinautomaten niet werken. Ja, chaos. Grote chaos. Ik moet allemaal eenmalige machtigingen doen en dat soort zaken. Dus dat is echt gewoon een gigantisch probleem. Mm-hmm. Dus want de automaten werken dan ook vaak niet meer, weet je wel, als het communicatienetwerk uitvalt. Hoewel die wel op een andere manier werken. Even deze grafiek is wel interessant. Dit is het aantal betaalterminals. Dat blijft dus nog stijgen van 327 naar 378. Hier zie je het aantal pinautomaten. Dat is dus gedaald van 8300 naar 5990. En dat gaat nog verder naar beneden. Ja. Maar die worden wel beter verdeeld. En dit zijn het aantal kantoren. Dus het zijn het aantal kantoren. We hadden, op een gegeven moment waren er 10.000 kantoren ooit nog. Mm. Er zijn er nu nog 1800. En dat is nu gedaald naar 1260. Oh, ja. Ja, ja. Dus mensen die een kantoor willen hebben. Maar de gemiddelde persoon gaat echt gewoon één keer in de zoveel jaar naar een kantoor. Het zijn echt maar heel weinig. Vroeger was het een miljard keer dat mensen zeg maar de bank bezochten. Dan halen ze ook daar geld op. Nu is het zeg maar nog 20 miljoen keer. Dus met 98% is het gedaald, het bezoek aan kantoren. Je kunt bijna alles nu online doen. Maar met sommige momenten heb je dan nog dat mensen een pas ophalen. Of dat mensen een hypotheekgesprek voeren. Maar dat neemt enorm af. Dus wat dat betreft zie je dat die kantoren die dalen. Die gaan zwaar onder de 1000. Maar dan zijn wij in Nederland, we hebben weinig kantoren meer vergeleken met bijvoorbeeld België of zo, of Duitsland. Ja, en er zijn ook banken die überhaupt geen kantoren meer hebben. Mijn bank heeft geen kantoor. En dat is? ASN. ASN, ja, die heeft, ja, maar die ASN heeft dan geen bank. Maar zij hebben dan wel het zusje van ASN, dat is Regiobank. Mm-hmm. Die zijn het aantal kantoren aan het uitbreiden. Ah. Dus... Maar dat is de Volksbank, daar zitten dan drie banken bij. Dat is de ASN-bank en dat is inderdaad de Regiobank. En de derde is SNS-bank. Ja. 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 Dus die hebben nog wel kantoor. Maar ASN heeft inderdaad, daar hebben wij ook ons spaargeld neergezet om dat goed te beleggen. Nu toe trouwens de beleggingen van de SNS-bank of van de ASN-bank is nu ook bij de SNS-bank, is ook bij de... Voor de hele Volksbank nu hetzelfde geworden. Okay. En iedereen wil inderdaad groen nu het geld groen gaan beleggen. Dus dat is wel echt een trend. Ja, een andere trend. Ja. Oh, dat is ook best wel interessant natuurlijk, hè? Geld gerelateerd. Hoe beleggen. Ja, wat gebeurt er met mijn geld? En dat mensen dus zich langzamerhand... Kijk, enerzijds is natuurlijk banken die jouw spaargeld, dat heb je op een bankrekening. Hoe wordt dat besteed? Nou, daar beginnen banken zich een beetje bewust van te worden. Wat natuurlijk nog veel belangrijker is, waar zit het meeste geld in Nederland? Echt niet op de spaarbanken, bij de pensioenen en de verzekeraars. Ja, dus jij, iedereen die een pensioen heeft, ja, die moet ook een beetje gaan nadenken, hoe wordt mijn pensioengeld besteed? Wordt dat op een groene manier besteed? Of worden de wapensindustrie mee gefinancierd en zo? Dat zie je dat daar ook langzamerhand worden burgers daar heel langzaam een beetje bewust van.
En, maar de mensen met ASM-bank die zijn daar relatief meer bewust van. En Triodos-bank en dat soort zaken. Maar alle banken proberen zich daar langzamerhand, proberen het beleggingsbeleid een beetje richting vergroening en niet naar tabaksautomaten, niet naar wapenindustrie. En proberen daar zich bewust te zijn dat het wel ertoe doet, oliemaatschappijen, ja, dat daar in geïnvesteerd wordt. Goed zo, dat werkt tijd. Ja. Ja. Vind ik. Even terug naar, naar niet beleggen. We hadden het net al even over wat er allemaal op dit moment mogelijk is. Als we eens teruggaan naar 10 jaar geleden, hoe zag betalen er toen uit? Ja, 10 jaar geleden, toen was de mobiele telefoon, daar, die was nog helemaal niet, zeg maar, die was nog helemaal niet smart. In 2007 kwam, zeg maar, de iPhone voor het eerste keer uit. En ja, het heeft jarenlang geduurd voordat, zeg maar, 500.000 mensen een iPhone hadden. Dus dat was nog, toen was, die iPhone, dat was nog helemaal niks. Of zeg maar, smartphone was nog helemaal niks. Dus toen waren we allemaal bezig met het ontdekken van de PC. En toen waren we allemaal bezig met het opbouwen van dat er genoeg automaten waren, pinautomaten, zeg maar. Nou, dat hadden we toen eigenlijk wel. En toen deden we alles nog met cash. Cash was nog gewoon king. En toen zaten we te kijken van, joh, hoe lang zou het nou duren voordat cash nog minder dan 75% wordt van alle betalingen die we deden. Dus toen was dat echt gewoon nog allemaal aan het beginnen. En ja, dus geen mobiele telefoon, digitaal was net begonnen. En toen, ja, wij hadden al, jezus, 10 jaar geleden. Dat is inderdaad 2009. Ja, dat was toen ook het moment van de grote crisis, hè? Dat was toen, toen hadden we een grote financiële crisis. Dus dat was toen, dat hield ons toch wel aardig bezig. Maar ik denk dat dat wel een beetje de overgang was. Toen begonnen we ook echt online veel te kopen. Toen kwam Ideal, begon ook echt op te komen. Dat er een makkelijke manier was om te betalen via online. Wat bedoel je met dat? Dat was de overgang? De invoering van de smartphone? Of de... Ja, zeg maar van 2009 tot hier is de smartphone de allergrootste verandering. En de afname van cash. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Want daarvoor, van 2000 tot 2010, hadden we eigenlijk gehad dat de computer eigenlijk centraal kwam te staan. Ja. In onze betalingsmethodes. En dat de pinnen groot werd. Ja. En toen, als jij toen iets wilde betalen, toen, ik dacht, nou, Ideal is 15 jaar geleden, we hebben net de verjaardag gehad van Ideal, is 15 jaar geleden, dus in 2005, toen was Ideal net geïntroduceerd, maar toen gebruikte dat niemand dat nog. Dat was echt gewoon van, toen zaten we allemaal, iedereen die iets wilde kopen, moest het zo'n beetje met creditcard doen. Ja. Ja. Dus Ideal is Ideal, smartphone, contactloos en gewoon de afname van cash. Dat is in de afgelopen 10 jaar gebeurd. Ja. En als we kijken, als we gaan van 10 jaar geleden naar plus 10 jaar. Ik weet dat je geen futuroloog bent. Maar doe eens een gok. Hoe ziet het er dan uit? Ja, nou ja, gewoon een verdere dominatie van dit ding. Hè. Dus die telefoon die wordt alleen maar meer en meer dominant. En biometrisch, dat je gewoon geen pincodes meer hebt, maar dat je gewoon eigenlijk je identificeert met je gezicht of met andere middelen, andere biometrische middelen. Met je smartwatch, die ook een aantal mensen steeds meer hebben. Dus dat en eigenlijk wat je zult zien is dat betalen, dat wordt steeds meer naar de achtergrond gedreven. Dat als jij gewoon maar op een of andere manier aangeeft, ja, ik wil dit inderdaad betalen, dan hoef je alleen maar iets te scannen en zeggen ja, en dan ben ik klaar. Het is wel interessant om te zien waar dat heen gaat. We hebben nu deze kaartjes, die we nu hebben. Ik denk dat daar ook niet meer veel van overblijft. Al die kaartjes zullen allemaal gewoon verdwijnen. Die zitten gewoon in een app. En wat interessant is, waar ik wel afvraag, is van als je kijkt naar China en eigenlijk alle landen die een nieuw betalingssysteem hebben opgezet, hè, dus Singapore en Azië eigenlijk, daar is dit allemaal vervangen door QR-codes. Alles, als jij op een gegeven moment moet betalen, dan zie je zo'n klein dingetje met stipjes. Je scant dat met je camera, je zegt ja, betalen en ik ben klaar. Ja. In China, waar ik dus ook gewoon vorig jaar geweest ben, daar, wat ze daarmee aan het doen zijn, jij bent gewoon bij de kassa, je kijkt naar je zegt ik wil betalen, hij kijkt, de camera van de kassa kijkt naar je gezicht, die zegt, ah,
meneer Everts, wilt u 25 euro betalen? En je zegt, je klikt ja. Ja, dus hij heeft je door middel van gezichtsherkenning, heeft de camera van de kassa jou herkend. Dus niet alleen maar de mobiele telefoon doet dat, maar dat wordt overal, zeg maar, gedaan. Dus dat is in China uitermate populair. En dat wordt, ja. En de vraag is natuurlijk of wij dat willen. Hè, ja. We vinden het prachtig met onze mobiele telefoon dat hij ons gezicht herkent, maar willen wij dat ook op andere plekken? En nu denken mensen van, oh my god, privacy. En ja. Sommige landen zullen daar heel snel op gaan inspringen. Andere mensen zeggen Duitsland, die zal dat heel lang, daar lang mee doen. Maar op een gegeven moment zie je dat soort trends ook wel gaan aan doorzetten. Maar dat maakt het eigenlijk gewoon alleen maar makkelijker. Dus je telefoon met je gezicht, dat kan alles, daar kun je alles mee doen. En dat kan in seconden kwesties, een paar seconden. Je hoeft nooit meer iets te pakken, je hoeft nooit meer iets in te steken, je hoeft geen pincodes meer te onthouden. En dat denk ik wel, dat wordt heel makkelijk. En dan wordt het ook nog aan de andere kant nog steeds veel veiliger. Ja, makkelijker en veiliger. Makkelijker en veiliger. Makkelijker, veiliger en sneller. Ja. En voor de ondernemers wordt het ook goedkoper. En voor mensen ook, als je onderling geld wil doen, is het ook hartstikke goedkoop. Ja, en ik kan me voorstellen ook voor mensen die wat minder digitaal, noem je dat? Slim, hoe noem je dat? Digitaal? Ja, nee, als ik straks gewoon, als mijn geheugen gewoon helemaal weggaat, ja, ik heb nog steeds wel mijn telefoon en ik heb nog steeds wel mijn gezicht. Dus dan wordt het al, en we gaan nu van, er zijn 250.000 mensen zijn dement of in ieder geval daarin, dat groeit nu naar 600.000. Nou, voor die mensen moet dat echt heel erg makkelijk gaan worden. Dus dat is heel belangrijk. Dus ik denk ook dat we hebben nu de digitale techniek allemaal gebruikt. Om het makkelijker te maken voor degenen die digitaal enabled zijn. We moeten nu zorgen dat het voor de hele samenleving eigenlijk makkelijker wordt. Ja, en als we niet meer hoeven in te loggen of codes hoeven te onthouden. Ik heb zelf ook 3 pasjes. En als ik met een andere pas moet betalen dan waar ik altijd mee betaal, dan heb ik een probleem, want ik weet die code niet. Nee, die weet je code niet. Maar het is natuurlijk ook een pincode. Het heeft ons goed gediend. Maar dan gaan we de komende 10 jaar gaan we daar afscheid van nemen. Ja, dat is de voorspelling. Ja, dat is de voorspelling. Ja, dus met iPhone zijn we al aan de geëind al. En met Android, mensen met Android. Er zijn meer mensen die een Android-telefoon hebben. Daar zijn ze ook bezig. Google heeft dan ook zo'n systeem. En dat wordt nu ook steeds meer geïmplementeerd. En daar gaan we ook allemaal aan wennen. Ja, weet je, of ook alle banken er al mee doen. Want ik weet dat mijn bank, Outstand, die doet nog niet aan Google Pay. Google Pay of Apple Pay? Apple Pay, ja. Nee, ja. Dus de meeste, de grote banken, Rabo, ING en ABN, die hebben dat allemaal gedaan. En de Volksbank, die wacht even. Maar die komt ook wel. Ja, die kan gewoon niet achterblijven. Nee, dus het is gewoon een wachten, even afwachten. De Volksbank en ASN is een stuk kleiner. Die hebben natuurlijk ook gewoon minder ICT-mensen. Die wachten eigenlijk een beetje tot alles een beetje klaar is. En dan is het ook veel makkelijker te implementeren. Dan zijn de tools klaar en dan kunnen ze tegen veel lagere kosten wat sneller doen. Nou, maar meestal scheelt dat niet meer dan een jaar. Ah, oké. Okay. Ik zit met smart te wachten, letterlijk. Zit je met smart te wachten op Apple Pay voor ASN Bank? Oké. Okay. Ja. Ik zal het aan ze doorgeven. Ja, oké, okay, dat is goed. Hey, we hadden net even, liepen we langs alle grafieken en alles wat is veranderd iets zien. En je zei, je vertelde over dingen die op dit moment nog meer zijn veranderd. Ja. Het lijkt alsof alles heel erg in een soort stroomversnelling is gegaan afgelopen jaren. Is dat zo? Ja, het is natuurlijk gigantisch snel gegaan. Als je kijkt van. Maar het grappige wel, dit jaar was nog wel echt het toppunt. Ja. Dus ik liet al gewoon zien dat echt in de afgelopen 5 jaar mobiel bankieren, zeg maar, werd opeens van een klein beetje naar alles. Contactloos heeft de meerderheid gedaan. Cash was gewoon zwaar king en is nu gewoon een minimale. Dit is even wat er gebeurt sinds corona. Dus je ziet hier januari, februari, maart. En dan zie je hier, toen was. Zeg maar hier, dat gele lijntje is cash. Dat was 31% van alle betalingen werd gedaan via cash. Jong, dat ging dus echt naar beneden, naar 10% ongeveer. 13% is nu nog een beetje hersteld, maar dat ging dus echt gigantisch omlaag.
Dan hier zie je die pin insteken. Nou, dat is ook echt gewoon, dat is nu ook naar 12% gedaald. Ja. En nu zie je dus hier dat dit contactloos, dat ook gewoon verder omhoog, gigantisch omhoog gegaan is. Dus wat dat betreft is dat ook gewoon nu 85% van de pinbetalingen. Dus is contactloos. Maar dat gaat echt even in. Dan zie je dat zo'n crisis ook dat flink doet. Maar dat was dan de crisis. Dat was dan de reden van corona. De grootste invloed eigenlijk die we afgelopen 10 jaar hebben gehad, is gewoon die smartphone die iedereen heeft leren te gebruiken. En dat, ja, is gewoon, dat neem je altijd mee. Je portemonnee mag je vergeten. Maar je corona of maar je telefoon, daar loop je voor terug. Daar fiets je voor terug. Daar kun je eigenlijk niet zonder. Weet je wel, dat is echt. En elke vorm van betalen, komt daar ook in voor. Hè? Dat je OV-chipkaart, die komt ook in de smart, die verdwijnt ook in je smartphone. Elk pasje wat je ook maar enigszins waar je voor hebt, dat verdwijnt gewoon. Dus je zult ook gewoon. Ik heb nooit meer een portemonnee bij me. Dat heb ik al een paar jaar. Dat heb ik al 2 jaar niet meer. Maar dat zullen steeds meer mensen gaan doen. Ja, maar je 2 jaar? Hoe kan dat dan? Jij hebt al 2 jaar geen portemonnee bij je. Nee, dus 2 jaar geleden heb ik geen portemonnee bij me. Dat kon omdat ABN AMRO had zeg maar de elektronische pinpas al geïmplementeerd. Dus ik kon contactloos betalen met mijn smartphone 2 jaar geleden. Okay. Dat was 2 jaar geleden al mogelijk. Ja. Irritant is dat ze dat nu zeg maar een half jaar geleden weer eraf hebben gehaald, want het mocht niet meer. Google zegt, hey, we gaan het nu officieel introduceren. En die oude manier wat jij hebt gedaan, ABN was de eerste, dat mag niet meer. Dus toen op een gegeven moment, nu de manier waarop ik nu werk, is dat ik aan de achterkant van mijn telefoon heb ik nog een pinpasje. Ah, zo. Dus ik ben weer teruggegaan naar af. Want Apple Pay is dus hartstikke goed gegaan, maar Android die loopt nu weer achter, zeg maar. Die was eerst de eerste. Android was de eerste, maar toen is Apple gekomen en toen nou komt er een nieuwe manier van betalen via Android. En de meerderheid van de mensen heeft een Android-telefoon. Ja. Maar dat is dus in ieder geval, dat is wat er meer gaat gebeuren. En online gaat het ook weer steeds makkelijker. Dus Ideal gaat ook steeds meer met QR-codes. Dat je gewoon, bam, je kunt de QR-codes scannen met je camera. Ja, betalen, klaar. En dat wordt ook steeds makkelijker. Ja. Maar ik denk, voor de meeste mensen is het al makkelijk. De grootste uitdaging voor de komende jaren is het om het heel simpel te maken voor iedereen. Dus ook als jij gewoon moeite hebt om veel te lezen, of als jij gewoon moeite hebt om codes te onthouden, dat echt voor die 2 miljoen mensen die nog niet, voor wie het nog niet allemaal even makkelijk is, dat die ook de overgang kunnen maken. Dat ze niet meer naar de ATM-machine hoeven te hebben om cash te hebben en daarvoor te gaan betalen. Maar dat zij het ook online heel makkelijk vinden. Ja. En dat is wel de uitdaging voor de digitale wereld. En daarnaast moeten we ook zorgen dat gewoon cashgeld altijd beschikbaar blijft voor die groep mensen. Hè, die nu 18% van alle betalingen vinden nu nog plaats via cashbetalingen. Dat moet gewoon beschikbaar blijven. Ja, en ook als de backup. En nog als een backup, ja. Hoewel, als alle pinpassen niet meer werken, dan wordt dat gewoon. Je kunt je helemaal voorstellen hoe dan de rijen voor de ATM's automaten. Maar ja, het is inderdaad een backup systeem. Ja. Ja. Ja, ik heb zelf ook met cash in mijn portemonnee. Mijn vriend wel, maar ik heb dat wel heel lang niet meer. Maar je vertelde net ook, je kan je telefoon thuis laten liggen. Of nee, andersom. Je portemonnee kun je al thuis laten liggen, maar je telefoon doe je niet meer. Nee. Ja. Maar ja, de gemiddelde persoon in Nederland die pakt ook 250 keer per dag zijn telefoon op. Hè? Dus dat zegt gewoon. Wij zijn echt gewoon compleet verslaafd. Ja, nou, dus al. We spenderen dan ook gemiddeld iets van 4,5 uur op onze telefoon. Hè? Dus veel meer dan televisie kijken. Ja. En het goede gesprek tussen twee partners, zeg maar, per dag, zeg maar, is 13 minuten. Dus je kunt je ongeveer voorstellen, de liefdesrelatie die wij met onze telefoon hebben vergeleken met onze partner. Dus wij zijn behoorlijk digitaal. En dat is, ja, dus het is echt gewoon bizar hoeveel uren we met digitaal nu bezig zijn. Ja, en weet je hoe dat is in vergelijking met andere landen? Nee, iedereen is compleet, ja. Het maakt een beetje uit, maar het is echt, iedereen is compleet verslaafd. De hele wereld is gewoon verslaafd. En de Chinezen als allerergste. Wij zijn er nog een beetje minder, maar
Het is echt gewoon, het is een, dat is pas echt een ziekte die rond is gegaan. Ja, dat is een andere uitdaging, hè? Ja. Hoe we daarmee omgaan. Ja, daarom. Dus dat we daar aandacht voor elkaar hebben. En dus wat dat betreft is het een enorme strijd om te concurreren met kinderen. Dat zul je straks wel zien. Als je kinderen hebt die om met mobiele telefoon te concurreren, is nogal heftig. Dat is heel interessant. Dit is een ervaringsdeskundige die spreekt hierover. Ik ben daar ook een ervaringsdeskundige op. Ja. Maar ik hoorde wel inderdaad, er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Dus wat dat betreft. Ik hoorde net van iemand die vertelde van ja, hij heeft altijd gezegd van ik heb geen enkele vorm van, ik heb nooit mijn kinderen ook maar enigszins iets opgelegd met tv kijken, computer kijken. Dat ze, je mag het zoveel doen als je wil. Echt, je mag het zoveel doen als je wil. En elke keer als ik wilde dat zij iets, iets met mij deden, ja, dan moest ik wel met goede dingen komen. En dan moest ik echt moeite doen om de aandacht te krijgen. Nou, daar ben ik heel goed in geworden. En nu zijn de kinderen ook een beetje verveeld. En die hoef ik nooit meer te managen op tijd. Dus wat dat betreft, mensen moeten toch gewoon leren om met de verleiding van zo'n telefoon om te gaan. Dus als je het elke keer als ouder verbiedt, dan krijg je gewoon alle ellende aan de buitenkant. Hè? Dus dat is zeg maar ook geen goede methode om alles te verbieden. Nee, Het beste is sowieso als ze niet, gewoon toch? zelf keuzes maken. Ja, en het is natuurlijk ook niet alleen kinderen die ermee om moeten leren gaan, Oh, maar nee. ook wij. Oh, het is wat Ja, dat ik betreft, bedoel, als het is je. ook bijna niet te doen als ouder om te leren hoe je met mobiel moet omgaan. Want ja, je kunt wel zeggen, jij moet nu van je telefoon af. Je moet nu van je telefoon af. Weet je wel, dat zegt de ouder die de hele dag achter zijn laptop zit of de hele dag achter zijn mobiele telefoon zit. Dus wat dat betreft, deze hele samenleving is wat dat betreft gewoon, ja, wij zijn behoorlijk verslaafd hieraan. Ja, als we zelf niet het goede voorbeeld kunnen geven, Ja. dan wordt het lastig. Ja, nou, ik hoop ook dat wat dat betreft ook dat ik bedoel, het is ook voor oudere mensen is het natuurlijk ook gewoon en langzamerhand beginnen ze daar ook mee om te gaan. Want ook dit soort contact, zeg maar, met videoconferencing, daar heel veel, heb ik gezien, ook wel heel veel oudere mensen zijn daarmee begonnen omdat ze contact wilden hebben met de kleinkinderen, met de kinderen, de kleinkinderen. Omdat online video gewoon belangrijk was. Natuurlijk, online betalingen zijn heel belangrijk. Maar ik denk ook van, er zijn ook een flinke groep. Die is eenzaam. En dit kan ook een tool zijn om eenzaamheid te bestrijden. En wat dat betreft, ik hoop ook als ik echt oud ben en niemand wil meer naar mijn verhalen luisteren, dat mijn computer, ik heb zo'n Google Home, en die luistert gewoon voortdurend naar mijn gesprekken. En die zegt dan aha op het juiste moment, aha. Vertel nog eens meer. En die is dan een interessante gesprekspartner. Die kan zich dan ook veel herinneren over wat ik allemaal heb gedaan. En, weet je wel, dus die kan dan een boeiende gesprekspartner voor me zijn. Dus daar zit ik een beetje op te hopen dat de technologie daar verder in groeit. Ja, en dan hoef je nog minder tijd met je partner. Dan kan je van 13 minuten naar 10, 5. Ja, als je kijkt inderdaad hoeveel tijd wij met elkaar spenderen, dan doen we nog echt ons best en dan gaan we nog echt uit met elkaar. Maar het is inderdaad, het is geen vergelijk hoeveel tijd ik met mijn computer en met mijn mobiele telefoon bezig ben vergeleken met mijn partner. Ja, ik vergoedelijk het altijd een beetje met dat ik ook dingen echt doe met mijn telefoon. Dat ik ook, Ja, nee. maar als ik bijvoorbeeld Google Maps aan heb staan, ik weet niet of die dat meerekent, het lijkt me wel. Maar dan zeg Dat ik hoort bij die bijvoorbeeld, 250 keer per dag hoor. ja. Ja. Ja, nee, dat is ook de ouders zeggen ook allemaal, ja, maar ik werk ermee. Ja. Dat is de laatste bastiljon. Jij speelt ermee en ik werk ermee. Oké, okay, Ja, prima. ja. Oké, nog meer vragen? Ja, zeker. Even denken hoor. Ja. Hoe lang denk je dat Cash nog bestaat? Nou ja, Ja, dan er had ik nog is, wel even ik over denk, de backup. kijk, Cash is een institutie. En ook al zal het op een gegeven moment 5% van de mensen die het nog gebruikt. De cashless society, die zal nog wel behoorlijk lang duren. Maar het is niet de vraag of het nog bestaat. Ik denk dat het gewoon in stand gehouden wordt tot langere tijd. Hè, dus over 30 jaar, 40 jaar, langer dan dat kan ik niet denken. Maar er wordt beleid gemaakt om dat in stand te houden. En cash is hartstikke duur. Het is echt gewoon, het wordt steeds meer een duurdere vorm van betalen vergeleken met digitaal. Maar dat zal in stand gehouden worden. Maar het is de vraag, hoe relevant blijft het? Wanneer is cash nog relevant? Als het nu is het zeg maar nog, het was tijdens corona 10% van de betalingen, nu nog 18%. Over een paar jaar is het nog 5%. Wanneer is het nog relevant?
En voor welke groep mensen is het relevant? Dat is eigenlijk meer, veel meer belangrijker. En op het moment dat we het digitaal makkelijk hebben kunnen maken, dan dat iedereen het kan gebruiken, ook al weet je eigenlijk weinig van computers. Want wat dat betreft, dat gaan we wel doen. Het gaat sneller, makkelijker en eenvoudiger worden, die digitale betalingen. Dan, dan is cash op een gegeven moment niet meer relevant. In Zweden, Scandinavië lopen ze gewoon voor op ons. Daar is het nog een aantal percentages minder. Maar ook daar houden ze het gewoon in stand. En als je kijkt naar tot wanneer het relevant blijft, zou je daar een jaar aan durven plakken? Nou, ik ga het in ieder geval niet meemaken dat, ik ga het niet meemaken dat cash afgeschaft wordt. En verder dan dat kan ik niet kijken. En als je denkt, de aantal cashbetalingen gaat onder de 5%. Nou, 10 jaar. Ja. 10 jaar. Oké. En banken? Ja. Hoe lang bestaan die nog? Ja, banken. Ja, wat een bank is eigenlijk op dit ogenblik gewoon een computer met nog een deur ervoor, met een mooi gebouw eromheen. Het is gewoon een computer. Ja, dus wat dat betreft, instituties waar wij vertrouwen in hebben om onze financiële systemen te gaan regelen, daar zijn we behoorlijk lang aan verslaafd. Die veranderen niet zo snel. Hè, jouw bank heeft geen kantoren. Hè, het is alleen maar een website of een appje. En wat dat betreft, zoiets zul je altijd wel blijven hebben. Dus de banken die zijn echt gigantisch digitaal geworden. Ze zijn nu van 1 miljard bezoeker naar 20 miljoen bezoeken gaan en ze zullen dan wel naar een minimale hoeveelheid bezoeken gaan. Aan de andere kant, het digitaal contact met onze bank is weer gigantisch gestegen. We hebben gewoon miljarden keren per jaar contact om even ons saldo te doen, iets over te schakelen of over iets te betalen. Dus de relatie met banken is eigenlijk intenser dan daarvoor. Als cash minder wordt, wordt de relatie met onze bank groter. Nou, dan zou er een mogelijkheid zijn om de traditionele banken te laten vervangen. Nou, dat is interessant om te zien wat er nu in China gebeurt. Daar wordt eigenlijk, daar is CDBC, Central Bank Digital Currency, wat mensen kennen van de Bitcoin, die zijn dat in China nu ook aan het maken. Dus de Nationale Bank van China, die maakt een Central Bank Digital Currency, die maakt eigenlijk gewoon een Bitcoin-achtige versie van hun munt. Waardoor je dan met cash ook heel makkelijk in geld kunt overmaken naar elkaar, zonder dat er een bank, dat er nog een gewone bank, een ABN-achtige bank aan te pas komt. Dus het kan zijn dat de commerciële banken niet meer een rol gaan krijgen in betalen. Dat zal wel 20 jaar duren, maar daar gaan ze nu in China mee beginnen. Alle andere central banks zijn daar ook mee over aan het nadenken. Dus dat is iets wat nog behoorlijk in de cloud zit, dat we nog niet weten of dat gaat gebeuren. Maar dan kan de Nederlandse bank kan dan gewoon zorgen dat je allemaal een account hebt en dat je dan kunt betalen met elkaar. Dan heb je nog wel een bank, maar dat is dan de bank van zeg maar de overheid. Ja. En misschien dat zou kunnen. Maar dan heb je weer andere dingen. Je hebt ook overal waar je een bank. Wat is de rol van banken? Is enerzijds om geld op te potten, dat je gewoon geld erheen kunt brengen en dat ze dan voor je bewaren. Nou, dat zou best kunnen vervangen worden. Maar het is ook een rol dat je geld leent van ze. Als jij een hypotheek wil hebben, dan moeten zij inschatten of jij dat kan terugbetalen. En of jij een risico bent. En dan geven ze jou, dan hebben zij vertrouwen in jou. Ja, als jij geld brengt naar de bank, dan moet jij vertrouwen hebben in de bank. Als zij geld brengen naar jou, dan moeten zij vertrouwen hebben in jou. Die rol, die moet altijd weer vervuld gaan worden op een of andere manier. Dus of nou banken, traditionele banken met allemaal winkelpanden en die gaan verdwijnen, dat kan prima. Maar de computersystemen die bijhouden hoeveel geld we hebben en of we betalen aan anderen, die zullen best wel heel lang blijven bestaan. Maar Bitcoin en cryptocurrency en central bank digital currency, dat zijn nog wel dingen die in de komende jaren zich gaan ontwikkelen. Ja, en dat is op een wat langere termijn, voordat dat echt gevestigd is. Ja, de mensen wisselen veel en veel vaker van partner dan van bank. Dat snap ik wel, want ik ben laatst dus overgestapt en dat was, ze zeggen je bent dat het overgestapt van partner is, maar overgestapt van bank. Van bank. Okay, yeah. Met van partner niet, maar nee. Ze zeggen dat het heel makkelijk is, maar ik vond het wel tegenvallen, dus ik ga dat ook binnenkort niet meer doen. Van beide trouwens niet, van bank niet en van partner niet.
Het is goed dat je dat even nu zegt, ja. Dat we even laten luisteren. Wat dat betreft is wel aardig om te weten als mensen willen weten dat als je wil overstappen, dan is er ook iets dat bestaat dat heet de overstapservice. Ja. Daar maken dus mensen, zeg maar, 60.000, 70.000 mensen per jaar van gebruik. En dan kun je zeggen, ik ga naar die bankrekening. Dan worden allemaal dingen worden automatisch overbetalingen worden gewoon automatisch voor je geregeld. Dus dat is wel, maar eigenlijk zie je dat dat aantal alleen maar omlaag is gegaan. Dus ja. Vroeger ging je nog overstappen omdat het goedkoper was of anders. Maar eigenlijk, toen op een gegeven moment was het nummer, het IBAN-nummer, kregen we een nummer wat nooit meer mee, daar kon je nooit meer meenemen. Dat was onmogelijk. Dat is onmogelijk geworden. En, Eerst kun je je rekeningnummer meenemen. Nee, maar dat wilden we natuurlijk wel heel graag. Maar op een gegeven moment, we hadden eigenlijk gehoopt dat je gewoon je rekening kon meenemen. Maar vroeger was dat heel erg belangrijk. Tegenwoordig is dat ook niet meer zo belangrijk. Dan heb je gewoon een QR-code en dan scan je het. Dus het belang van een IBAN-nummer zal ook gewoon afnemen. Dat, Ja, want vroeger vroegen mensen dan ook, wat is je rekeningnummer? En dan gingen ze het overmaken. En nu stuur je dan een tikkie. Want ik weet mijn rekeningnummer ook niet. Nee, daarom. Ja. Dus dat daarmee wordt dat ook een beetje wordt dat minder belangrijk. Ja. Dus... Maar ik denk dat die banken die zijn hele taaie instituties. Die blijven heel lang bestaan en mensen blijven er ook enorm lang aan gehecht. Dat is echt, is me altijd al opgevallen. Interessant wel. Tot slot. Iets wat ik gisteren niet heb gemaild, maar wel leuk voor, denk ik, voor onze lezers specifiek. Hoe kunnen zij zich voorbereiden op betalen in de toekomst? Onze lezers, de 50-plussers. Ja, dat is dan eigenlijk, zou ik zeggen, het belangrijkste is dat je gewoon moet leren omgaan met dit ding. Mm-hmm. Dat je moet leren hoe je moet gaan betalen. Dat als jij een iPhone hebt, dan zou ik toch inderdaad Apple Pay toch ook wel inderdaad leren mee omgaan. Dat is echt, het is echt niet ingewikkeld. Het is echt niet moeilijk. En een tikkie zou ik ook mee leren omgaan. Weet je wel, dat soort de normale digitale tools. Als je die kan, als je die kent, dan komt er af en toe iets bij. En af en toe verdwijnt er iets. Maar je moet wel met die digitale wereld moet je mee leren omgaan. En dan, je hebt natuurlijk, dat is een leuke manier om contact te hebben met de kinderen en de kleinkinderen. En SeniorenWeb heeft ook altijd hele leuke cursussen om daarmee om te gaan. Dus wat dat betreft, er is ook support genoeg. Er komen ook allemaal... De banken zijn bezig om daar diensten voor te gaan verzinnen. Want ze willen echt iedereen op die digitale rails hebben. Ben je eenmaal digitaal, dan zul je zien dat al die dingen niet zo snel veranderen. Dat je daar, dan wordt het alleen maar af en toe nog makkelijker. Ja. Dan hoef je nog minder codes te leren kennen. Maar die overstap naar digitaal is wel heel erg belangrijk. Ja. En de industrie, de bankindustrie moet ook gewoon zorgen dat dat makkelijker wordt. Hè. Dus contactloos is leuk, maar je moet nog wel 1 of 5 keer moet je toch die pincode weer intypen. Dus dan daar moet ook op een gegeven moment ook een einde aan komen. Dat op een makkelijke manier wordt. En dat je dat via de mobiel, mobiel betalen. Daar moeten we net zo'n overgang van maken naar contactloos betalen. Want als de meeste mensen hebben nu wel een smartphone. En die kunnen daar wel mee omgaan. Nou, dat dan moet betalen daarmee net zo makkelijk worden als nu contactloos betalen. Ja, want hoe minder vaak je je pincode intoetst, hoe minder goed die in je hoofd geprint. Daarom, maar het is ook zo'n pincode. En elk pasje heeft weer een andere pincode. Dat is echt ook weer, je wordt er ook helemaal gek van. Dus paswoorden moeten we vanaf en pincodes moeten we vanaf. Dat is eigenlijk het doel voor de komende 5 jaar. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Mooi zo. Oké, ik ben er doorheen zo. Ik weet alles wat ik wilde weten. Nou, dankjewel. En dit was... vertel even iets over die... over waar was dit interview voor? Wat is deze bond van die oudere bond, zeg maar? Ja, dat had aan het begin gemoeten, hè? Ja, maar nu... Maar dit interview is voor de AMBO. Dat is de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. En we maken een magazine... En daar komt het interview in, dus dit is het expert-interview. Mm-hmm. Ja. Oké. Daar interviewen we elke editie een expert op het gebied van bijvoorbeeld geld of andere dingen. En dat is een digitaal magazine of doen jullie nog aan papier? Papier. Dus hoeveel mensen zijn lid van die AMBO? 124.000. Oké, dus dat magazine komt op 124.000 keer op de
komt dat op de mat, zeg maar, tevoorschijn. Dat is de bedoeling. Ja, en dus zij doen dus inderdaad, dit is wat die AMBO allemaal doet. He, die lobbyt voor inkomen, gezondheid en wonen. Nou, ik hoop dat ze dat beter doen dan 50 plus. Dus dat ze stabieler zijn, maar ze bestaan al 120 jaar. Dus ze zijn stabieler dan 50 plus. Het is ook voor 50-plussers, dus dat is ook mooi. En ze hebben er ook gezorgd dat de AOW werd ingevoerd. Dat vond ik ook wel mooi. En ze zijn de meest, naar eigen zeggen, zijn ze de meest invloedrijke, belangrijke organisatie in Nederland. Dus dat is mooi. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Nou, dat is mooi. Dus dat is. Wat kost dat om lid te zijn, weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Even kijken, want dan krijg je dus korting. Je krijgt korting. Ze zeggen nog niet, ik moet eerst mijn telefoonnummer opgeven. En dan pas op een gegeven moment krijg ik te horen wat het kost. Nou, dat is niet handig. Mooi. Oké, nou dankjewel. Dat was mijn genoegen. Jij bedankt. Graag gedaan. Ik,